Het is vandaag een beetje grauw-grijs weer, bepaald geen weer voor fietsen. Toch wil ik het hebben over fietsen en met name over e-bikes. Ik verwacht dat over enkele jaren de elektrische fiets de gewone fiets helemaal zal vervangen. Vorig jaar was er namelijk een verkooprecord. 400.000 elektrische fietsen zijn er verkocht. En het was ook voor de eerste keer dat de elektrische fiets meer verkocht werd dan de stadsfiets. Nou heb ik de afgelopen jaren heel wat e-bikes mogen testen, maar nog nooit één met zo'n mooie naam. Jawohl, dit is Heinrich Schindelhauer. En hij heeft ook nog een schöne Schwester, Hanna Schindelhauer. Nou ja, daar mocht ik niet op rijden, dat had ik zo graag gewild. Nou is de Heinrich Schindelhauer niet alleen een mooie, unieke naam. Er is nog iets unieks aan deze fiets. Het is namelijk een prototype. En ik ben de eerste buiten de Duitse testers om die hem internationaal mag testen. Heinrich en zijn zustertje Hanna die komen in april op de markt. Schindelhauer zegt dat de Heinrich en de Hanna e-bikes breed inzetbaar zijn. Ze zouden geschikt zijn als stadsfiets. Kan je je kinderen mee vervoeren, boodschappen doen, naar werk gaan. Maar ook als echte tourfiets voor de lange tochten met bagage in heuvelachtige gebieden. Maar wat zou deze fiets nou zo breed inzetbaar maken? Allereerst even Heinrich in een vogelvlucht. Dit is een e-bike met een aluminium frame, Formula Cura hydraulische schijfremmen, een 250 watt Bosch Active Line Plus middenmotor met een koppel van 50 Nm. Een Shimano Alpine versnellingsnaaf met 8 versnellingen, een broekzadel en een Gates Carbon Drive tandriem. En de combinatie van die versnellingen en die middenmotor zorgt ervoor dat dit bij uitstek een e-bike is die geschikt is voor tegenwind en heuvelachtig terrein en lange ritten. Dat zal ik even uitleggen. De meeste e-bikes die ik getest heb, dat zijn stads-e-bikes en die hebben in de voornaaf een voorwielmotor. Die hebben iets minder koppel, iets minder kracht om te voorkomen dat die voorwielen gaan slippen. Een middenmotor daarentegen die levert meer koppel, oftewel die is beter geschikt om tegen heuvels op te klimmen of in Nederland waar we niet zoveel heuvels hebben, tegen de wind in te fietsen op de dijk. En die versnellingen die helpen natuurlijk altijd in een heuvelachtig terrein. Een ander voordeel van een e-bike met een middenmotor is dat hij je het meest natuurlijke gevoel van fietsen geeft. Dat heeft hij te danken aan de ingebouwde krachtsensor. De ingebouwde krachtsensor die meet de kracht die jij op de pedalen zet en vertaalt dat onmiddellijk in motorondersteuning. Vergelijk dat met een stadsfiets met een voorwielmotor. Die moet je eerst een stuk laten draaien, die pedalen, en dan in één keer schiet je vooruit. Dat heeft deze fiets helemaal niet. Het is heel natuurlijk. De Schindelhauer is standaard ook al voorbereid op lange tochten met bagage. Een deel kan natuurlijk voorop op het rek. Maar hij heeft ook een uniek achterspatbord wat heel sterk is met een geïntegreerd rek waar je fietstassen aan kan hangen. En het mooie is 8 kilo per kant. Kortom, de Heinrich heeft alle hardware die nodig is voor die lange ritten. Maar ja, zoals bij elke e-bike is de actieradius bepalend voor lange toertochten. Hij heeft een 500 watt accu, hij heeft 4 trapondersteuningstanden van eco tot turbo. Eco is ongeveer goed voor 100 kilometer en turbo de hoogste stand voor 50 kilometer. En dat is natuurlijk voor een lange tocht niet heel ver. Die accu is verwijderbaar. Je zou een extra accu kunnen kopen en meenemen, maar ja, dat is wel een hoop gezeul. Tijdens het fietsen merkte ik echter dat als ik bijvoorbeeld in de derde stand stond, sport, en dan haal je misschien 70 kilometer, nou dan had ik meer dan voldoende trapondersteuning voor zelfs forse tegenwind. Als stadsfiets is een actieradius van 50 tot 100 kilometer meer dan voldoende. En Schindelhauer zegt dat dit ook bij uitstek een e-bike voor de stad is. Daar ben ik deels mee eens. Rek is natuurlijk heel handig voor de boodschappen. Ik ben minder gecharmeerd van dat het rek niet meedraait. Dus als ik hier een kratje bier op zou zetten, ja, dan botst dat toch tegen dat stuur aan. Dit is natuurlijk ook heel welkom voor de boodschappen. En Schindelhauer zegt dat je ook voor en achter een kinderzitje kan monteren. En natuurlijk is zo'n tandriem die geen onderhoud vergt ook heel welkom in het gewone stadsverkeer. En dat geldt ook voor de manier waarop Schindelhauer de kabels en de bedrading van de verlichting heeft weggewerkt in het frame. Dat blijft dus niet achter dat fietsenrek of dat stuur van die fiets naast je hangen. So far so good, maar het is niet allemaal roze geur en maneschijn als het gaat over de Heinrich als stadsfiets in Nederland.
Wat ik echt mis op deze Heinrich als stadsfiets voor de Nederlandse markt is een anti-diefstalsysteem. Een GSM-GPS-tracker waarmee je eventueel na diefstal de fiets nog kan traceren. Zo'n systeem is niet zaligmakend, dat weten we bij Bright. Erwin van der Zanden, onze hoofdredacteur, had een Vemove met zo'n systeem. Werd meteen gejat en we hebben hem niet kunnen traceren. Maar toch blijkt uit de cijfers dat een anti-diefstalsysteem met een tracker het aantal diefstallen van dat soort e-bikes aanzienlijk vermindert. Bovendien is de Heinrich niet de allerlichtste onder de e-bikes. Hij weegt 23 kilo. Dus even naar 3 hoog tillen om hem veilig te stellen is er echt niet bij. En dat wil je wel, want hou je vast, de Heinrich Schindelhauer kost 4399 euro. Met zo'n stevig prijskaartje ben ik niet snel geneigd om deze als stadsfiets te gebruiken. Waarbij ik naar de supermarkt ga, hem aan een nietje vastzet met een ketting die mogelijk dit mooie frame beschadigt. Dat gezegd hebbende, ik heb gisteren in het zonnetje heerlijk gefietst op de Schindelhauer. De middenmotor is een genot. Ik vind dat bagagerek gewoon een hele mooie oplossing. Heel stevig. Hij schakelt lekker. En je hebt er bijna geen onderhoud aan. Dankzij bijvoorbeeld die tandriemaandrijving. Maar ja, het is wel een fiets voor de dikke portemonnee. Vond je deze video leuk? Vergeet dan geen duimpje te geven. En binnenkort ga ik een video maken van een elektrische mountainbike. Wil je die ook zien? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En volg ons op Instagram.